en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video laat ik jullie zien hoe je deze bankschroef tekent in Inventor en maakt. Laten we beginnen. Nu begin ik alvast met het 3D modeling gedeelte in Autodesk Inventor Professional 2019. Linksboven zie je onderdeel 1, rechtsboven onderdeel 2, linksonder zie je onderdeel 3 en rechtsonder zie je onderdeel 4. En dan gaan we nu door naar de 3D Print Timelapses. En alle STL bestanden kun je gratis downloaden op MyMiniFactory. Ik heb alle onderdelen geprint met 0,15 mm laaghoogte, 30% infill en de printsnelheid was 45 mm per seconde. Nu gaan we over naar het DIY gedeelte en alle onderdelen die ik voor deze bankschroef nodig had staan als een stuklijst hieronder in de beschrijving. Ik begin met onderdeel 1 en doe de moeren in onderdeel 1 zodat ik onderdeel 2 erop kan klikken en vast kan schroeven met nog twee andere M3 bouten. Nu ga ik door naar onderdeel 2 waar ik exact hetzelfde ga doen. Maar dit keer neem ik zowel onderdeel 2 met uitsparingen voor bouten als nog eens onderdeel 2 met uitsparingen voor moeren. Nog steeds M3 moeren en M3 bouten. En ik schroef ze natuurlijk weer vast, zodat de plaatjes er goed op zitten. En dan neem ik nog de laatste keer onderdeel 1 om ook onderdeel 2 daar weer op vast te maken. Nu gebruik ik een haardroger, maar je kunt ook een heatgun gebruiken om de moeren makkelijker in de onderdelen te doen. Zodat het onderdeel warm wordt, kun je de M8 moeren er makkelijk in doen. Dan gebruik ik ook even mijn insert tool om zeker ervoor te zorgen dat die moertjes er diep genoeg in zitten. Nu neem ik de M8 draadstang die in mijn geval 200 mm lang is en ik schroef er alvast onderdeel 3 op de losse bek. Als ik dat heb gedaan neem ik een moer, een kogelager en dan terug een moer en dan zorg ik ervoor dat dat zeer vast zit. Als ik dat heb gedaan dan schuif ik onderdeel 1 over de kogelager. En daar zal een uitsparing zijn voor de M8 moer. Als ik dat aan de ene kant heb gedaan, doe ik dit ook aan de andere kant. Dus eerst een M8 moer, dan een kogelager en dan nog een moer. Dan meet ik even de afstand, zodat ik genoeg plaats heb voor onderdeel 4, het handvat, erop te draaien. Nu teken ik de assen, die diameter 8 zijn, ook even af, zodat ik de juiste lengte heb. En ook het hout teken ik af, zodat het er mooi uitziet. Nu zaag ik de assen van diameter 8 op de juiste lengte en dan zaag ik ook het hout op de juiste lengte. Zoals je kunt zien heb ik de twee assen diameter 8 en de houten plank op maat gezaagd. En kan ik nu de diameter 8 aluminium assen erin steken. En nu schroef ik onderdeel 4 er ook nog op. Zoals je kunt zien werkt de bankschroef op dit moment perfect, maar je kunt de houten plank nog toevoegen voor een mooier eindresultaat. Zoals jullie kunnen zien heb ik een drill tool gemaakt. Deze kun je ook gratis downloaden op MyMiniFactory, zoals de insert tool. En deze kan ik gebruiken om makkelijker te boren. Dus ik steek een diameter 8 houtboor in de boormachine en zorg ervoor dat die goed vast zit. Nu gebruik ik de drill tool om makkelijker centergaten te maken om dan nu echt te boren. Alle gaten in de houten plank zijn geboord en dan kan ik nu nog de laatste M8 bout die 20 mm lang is erin draaien. En nu is de bankschroef dus volledig klaar voor gebruik. Je hebt dus twee vaste bekken en één losse bek. Enorm bedankt voor het kijken en tot de volgende video.